na die persconferentie met de vage woorden van minister-president Rutte. Rutte, van we gaan ze opvangen binnen de beschikbare kaders, heb ik meteen met een aantal andere GroenLinks-lijsttrekkers uit het land een oproep gedaan van hou op met die vaagheid en kom met een goed plan. Laten we ons voorbereiden. Ik ben ontzettend blij dat de gemeente Den Haag, het hele college, het is onze wethouder voorop, maar zeker in samenwerking, zich voorbereidt op de opvang van mensen. En ik ben ook echt heel blij dat we naar meer kijken dan alleen maar opvang. Want je wil niet dat mensenlevens stilstaan. Echt naar de toekomst. Echt naar de toekomst. Nou ja, maar ook dat je ook zorgt dat het leven van die mensen niet stilstaat. Dat ze ook hier in de gemeenschap kunnen worden opgenomen. Als je ziet naar de acties die in de afgelopen week door allerlei Haagse organisaties en burgers en wie dan ook zijn opgezet, dat is echt hartverwarmend. Ik zou het college ook willen adviseren, kijk nou ook naar de Oekraïense gemeenschap die hier al is, hè, in Den Haag, om hen te betrekken bij hoe zorg je er nou voor dat de mensen die hier binnenkomen, of die hier worden opgevangen, ook meteen aansluiting kunnen vinden bij de samenleving. En dan zou je ook ook al meer kunnen doen om de problemen die Hilbert nu net voorspiegelt ook te voorkomen, of in ieder geval te verzachten. Want het is ook inderdaad belangrijk dat het onderwijs wordt ondersteund in het opvangen van die kinderen. Want het is met name die kinderen waar we heel goed voor moeten zorgen ook.